Hoi Leon, wat zeg je dan? Welkom. Sina. Nee, welkom in deze vlog. In deze vlog. Oh, knuffeltje. Maar dag iedereen. Dag iedereen. Dag. Dag. Leuk dat jullie weer kijken naar deze vlog en is het weer een lekkere weekje vloggen. Auw, Luan, niet mama's haar. Luan, niet zo hard. Hey. En wat misschien wel even goed is om te benoemen voor degenen die ons volgen en ook echt gezonder willen gaan leven en gewicht willen gaan verliezen. Mocht je persoonlijk advies willen van ons, dan kan je even onze www.slankenfitvragen invullen. Dat is een enquêtelijst die gaat over je leefstijl. En onderin kun je gegevens achterlaten. En zo kunnen we jou persoonlijk contacten voor advies. Oh, geef je allemaal kusjes. Geef je allemaal kusjes. Mama ook. Konijntjes kijken. Ja, we zijn dus twee kinderen qua gezijden. Kippies. En dit is ons lievelingsuitje met ons gezinnetje bij de kinderboerderij. Hond. 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 Hallo. Zo. Nou, en Lucilla, oh, je slaat inmiddels weer. Je grote broer Luan is bij de cavia's. Kijk, waar zijn de cavia's? Dat zijn mooie kaviaantjes. Waar zijn de varkentjes dan? Nee, de varkentjes. Waar zijn de varkentjes? Eens kijken dan. Ja. Ah, het zijn wel hartstikke lief. Poesje. Nee, dat mag niet. Mag ze niet bij de baby? Ja. Het ziet er erger uit dan het is. Ik kan echt niet tegen uien snijden. Ik heb dit bakje uien net gesneden. En ik ga weer een recept maken. Voor op mijn blog. Dus als jullie benieuwd zijn wat ik ga maken met dit. Ik ga een kipstoofpotje maken met groenten. Hallo. Maar ik moet er dus voor uien snijden. Maar oh, ik kan zo slecht tegen uien snijden. En Luan die is televisie aan het kijken. Van de muis. En aan het knuffelen met je zusje. Hè? Ben je aan het knuffelen? Is je een kusje aan het geven? Ja. Is Lucilla een kusje aan het geven? Ja. Lief hè? Oh trouwens, mijn blog is farabellinga.com. Voor degene die het nog niet wisten en je wilt het receptje weten, check dan even mijn blog als ik het al op heb staan. Ik denk het wel. Ik ga snel weer verder met koken. Moet Luan ook huilen van het uien snijden? Ja. Moet je ook huilen van de uien snijden? Doe eens huilen. Minu, 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 minu. Doe eens huilen. Minu, minu, minu. Nou, ik heb weer een receptje online gezet. Dus voor degene die het receptje willen lezen of ook willen maken die ik gisteren heb gemaakt. Ja, ik ben hem hier dus online aan het zetten. Mooie fotootjes erbij. Ik weet niet, voor degene die het is opgevallen. Onze sitebouwer die is niet echt op het moment bereikbaar. Dus we hebben iets zelf geprobeerd op onze site. En nu is onze header weg. Kijk, hier. Die header. Die is weg, want die was geüpload met een andere naam en daar heb ik wat aan veranderd en nu is die dus weg. En ik krijg dus de header niet terug. Dus als je denkt, hey Farah, waar is je header gebleven? Dat is dus de reden. Ik heb weer zitten klutselen. Maar goed, ik kan natuurlijk wel gewoon doorgaan met bloggen. Dus dat ga ik nu ook doen. Dus ik ga nu voor jullie even dit lekkere receptje online zetten. Oh, en trouwens, voordat ik het vergeet te zeggen, als je dus meer recepten wil. Ik heb op mijn blog, farabellinga.com. Alle recepten die ik heb gemaakt in een overzicht staan. Als je dus even naar farabellinga.com gaat. En dan zie je in de balk, zie je hier recepten. En als je dan hier zie je alle recepten, ontbijtrecepten, tussendoortjes, lunch, dinner en gezonde smoothies. Maar als je gewoon op alle recepten klikt, dan krijg je hier een overzicht van alle recepten die ik tot nu toe al heb gemaakt. Dadelsnoepjes, dat lijkt me lekker. Dan klik je daarop. En nu heb ik ook dagboekrecepten erbij zitten. En ik heb een tijd gedagboekt, blogd.
hoe zeg je dat? Dat ik iedere dag aan jullie liet zien wat ik at en dronk en deed op een dag. En in die dagen zitten de recepten verworven. Dus zo hier zie je dus bijvoorbeeld die dadelsnoepjes. En dan moet je even doorscrollen door die dag heen waar je ziet waar dat recept staat. En hier heb ik het dus weer met die fotootjes als jullie gewend zijn. Ja, laat ik zien hoe ik dat recept heb gemaakt. En dat zijn dus dagboekrecepten en je hebt ook video's. Dus zo kan je ook zelf bijvoorbeeld je weekmenu samenstellen. Of als je ideetjes wilt opdoen voor je nieuwe weekplanning. Kun je dus hier recepten uitzoeken en kijken wat er voor nodig is. En die recepten dus ook zelf gaan maken. Farah en Lucilla waren het zat om binnen te zijn. Lucilla lekker in de wikkeldoek. Nou, dan gaan we even naar de brillenwinkel. Dan wandelen we even door langs de mediamarkt. En dan papa even werken. En dan halen we nu allemaal weer op uit schooltje. En zo gaat de tijd heel snel voorbij. Lucilla snurkt het hoogste lied. Is het niet van papa, maar is het van mama. Snurkt ze? Ze snurkt. Even te laat dan. Dat is kapot. Dus waar gaan we dan heen zijn? Mediamarkt weer. Zijn zo'n grote klant van de Mediamarkt met de kerst, een drumstel, fotocamera, iPads, iPhones. En nu een laptop. Welke laptop wordt het? Ik zie sterretjes, zoveel verschillende laptops. Vraag dat ze wat adviseur, hier... kun je mij helpen? Ja, kom zo bij. Hoe graag wil je cellen? Chefkok opa. Hallo, wat heeft opa allemaal voor lekkers gemaakt? Wat is dat opa? Witloof uit de oven. Vinden we dat ook wel lekker? Ja. Oh, eet smakelijk. Nou, eens even kijken of we voor Lucilla in de eerste badpakje kunnen vinden. En moeder, opnaden, daar gaan we heen. We gaan even een plankje testen. Een plankje bij de prenatal. En kijken of we een bikini kunnen vinden voor Lucilla. Bikini, zwembad. Kom aan, dan naar het zwembad. Luan, ga je kinderwagen testen? Ja. Vind je dat mooi, Luan? Gaan we zeggen dat we vragen. Gaan we eens even kijken met zusje? Heb je al een bikini gevonden? Nee, dat gaan we wel vinden. Luan, waar zijn, Luan, waar zijn de bikinis? Ja, ah, hieronder, die staat. Deze bedoel ik te staan. Deze is leuk, hè? Dit is mama. Nijnenbadpakje. Die gaan we even testen. Deze even testen. Maar want daar moet Luan op kunnen zitten. Kijk. Die. Ja. Test of je met de billetjes op kan zitten? Ja. Gaan we erop staan? Ja. Wauw. Hier vasthouden. Wauw. Kan je hier vasthouden? Nou, eens proberen. Eens proberen. Sta je zo goed? Rij je maar. Mooi, gaan we zwembad? Nou, ja. Doe de deur maar open. Nou, heerlijk in het zwembadparadijs. Luan, wat heb je daar? Wat is dat? Een poppetje, een babypoppetje. Ja, die slaapt als een roos. Ga je de badmeester helpen poetsen, Luan? Ja. Ja? Jong geleerd, zout gedaan, badmeester. Goedjes vanuit. Hey, zwembad. Silla is lekker aangekleed en wel. Wij ook. En Luan houdt zich bezig. Hey, oma, en Luan, doe je mee? Is wij naar de oma's? Bedankt, oma's. Vergeet niet te abonneren, duimpje omhoog op de video als je het een leuke video vond. En ik zie je graag weer in een volgende video. Fijne dag allemaal, doeg!